Ik ben Deborah, ik ben 15 jaar en ik sport al bij de Duinkikkers, van zwemmen sinds ik 8 jaar ben. Daarvoor deed ik eigenlijk niet zoveel aan sport, want ja, ik heb jeugdreuma en de ziekte van Graves. Ik heb zelf heel erg veel last van de jeugdreuma, omdat ik daardoor niet zoveel kan sporten en gewoon veel pijn heb. Vroeger kon ik ook echt amper wat en zat ik ook wel eens in een rolstoel. Maar ja, het gaat nu wel een stuk beter, dus ben ik gaan proberen te zwemmen. Dat was de enige sport die ik kon. En uiteindelijk vond ik het ook superleuk, dus daarom ben ik het ook gewoon blijven doen. Voor Deborah betekent het ja, alles. Staat ermee op en het gaat ermee naar bed. Het liefst de hele dag door. Dan kan dat natuurlijk niet, maar dat is wel, ze wil daar ook in verder in de toekomst, in de sport. Ik denk dat het zo belangrijk is voor jongeren als Deborah om te gaan sporten. Omdat het voor iedereen eigenlijk heel belangrijk is. Maar helemaal voor kinderen die toch wel een chronische ziekte hebben, is het natuurlijk extreem belangrijk. Omdat ja, het helpen sporten is niet alleen een uitlaatklep, maar het helpt je ook gewoon heel, heel erg om ja, je energie in kwijt te kunnen. Maar ook om misschien de chronische pijn die je misschien hebt wel iets minder te maken. En ja, we proberen daar bij Deborah heel erg op aan te sturen door vooral ook te kijken naar wat ze niet kan, maar vooral ook naar wat ze wel kan. En ook te kijken hoe kan je nou iets wat ze niet kan, iets maken van wat ze wel kan. En dat is soms best wel uitdagend en dat, ja, daar proberen wij onze energie in te steken. Nou, ik train eigenlijk bij twee verschillende teams, want ik train bij de jeugdselectie, dat zijn de jongere kinderen. Maar dan train ik een aparte baan met mijn eigen schema, zodat ik meer uren kan maken. Want ik heb meer uren nodig voor het Paralympisch zwemteam. En dan train ik nog bij mijn eigen team. En dat is dus achter elkaar, dus train ik langer achter elkaar door, waardoor het ook beter is. Maar ik train op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik denk dat dat WKS Sportief een heel goed initiatief is om die kinderen te ondersteunen. Zeker omdat sommigen natuurlijk een achterstand hebben door een chronische ziekte. En ik denk dat het daarvoor heel erg van belang is om juist die mensen ook in contact te brengen met de betreffende verenigingen. En ook contact te onderhouden misschien wel met de verenigingen zelf. Waardoor je samen kan kijken hoe je het voor die sporter het beste kan maken. Nou, ik denk dat niemand het leuk vindt om beperkt te zijn. Ik denk dat iedereen wel een situatie herkent waarin die door misschien fysiek, maar ook door randvoorwaarden beperkt is. En dat is gewoon heel frustrerend en soms zelf verdrietig. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke factor is. Dat is iets waar kinderen gewoon niet mee te maken zouden moeten hebben. En daarnaast geeft je ook ontzettend veel zelfvertrouwen. Je kan er goed in zijn, je kan bij een team horen. Je haalt er heel veel plezier uit op die manier. En mijn doel is wel om in Tokio te staan in 2020 met zwemmen. En daar heb je wel een coach voor nodig, anders dan kom je er sowieso niet. Hij geeft me natuurlijk altijd tips. En ja, als ik niet genoeg doorzettingsvermogen heb, dan geeft hij mij ook nog die ene boost. En dan gaat het een stuk beter.